Fabian te laat, man. Kwart over zes. En de dames zijn hier dan, hè? Susanne. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Nou, even check one, check two. Het is nu wel even lekker weer, toch? Ja. Ja. Belooft een heel fijn fucking zomers Pinksterweekend te worden. Gaat er nog iets gebeuren eigenlijk in jullie leven dan? Want maandag zijn er toch geen kranten? Nee. Nee. Maar ga je nog iets doen, Suus? Nee, niet echt. Dat had ik gepland niet. Ah, eerlijk. Ja. Jij, Miranda? Ja, ik moet gaan feieren en werken. Oh. Ja. Oh. Nou, dan mag je nu ook gelijk aan die arbeid. Hop. Wat staat er vandaag in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Ja, in de verkiezingscampagnes is gisteren de aanval op de VVD geopend. Want de liberalen zijn in de peilingen veruit de grootste partij. Terwijl hun plannen niet goed zullen uitpakken voor ouderen en gezinnen. Tenminste, dat zegt Balkenende. Ook krijgt de VVD veel kritiek, maar ja, daar maken ze zich niet echt druk om. Nee, ik bedoel, de peilingen die wijzen toch anders uit, weet je wel? Ja. Oh, ik vind dit altijd een vreselijke tijd eigenlijk. De een roept dit, de ander roept dat. En wij hebben er allemaal te weinig verstand van om te weten wie er nou eigenlijk gelijk heeft. Ja. Echt, oh. Oké, wat nog meer? Ja, in Warschau proberen de inwoners zich klaar te maken voor de overstromingen. Want die zullen waarschijnlijk morgen de stad bereiken. 200.000 zandzakken die zijn op kritieke punten langs de oevers geplaatst. Om het water tegen te houden. Maar ja, waarschijnlijk zullen toch 2 miljoen mensen moeten vluchten. Ja, ze zijn gewaarschuwd in ieder geval. Ja. Okay. En het laatste? Ja, het laatste gaat weer over de politie. Want 15 op de 25 hoofdcommissaris die woont niet binnen hun werkgebied. En volgens het parlement moeten ze daar wel wonen. Zodat ze snel ter plaatse kunnen zijn wanneer er iets gebeurt of ja. Zo. Ja. En ja, de Tweede Kamer is dan ook niet tevreden met de manier waarop het advies wordt opgevolgd. Nee, dat moet je vragen. Oké. En wat staat er vandaag in de telefoon, Suus? Ja, heel groot op de voorpagina drugsmafia over op nepmedicijnen. Want internationale opererende drugsbendes, die zijn allemaal een beetje hun aandacht aan het verleggen van de drugshandel naar nepmedicijnen en zo. En de redenen zijn dan een beetje dat de straffen veel lager zijn. Okay. En de opbrengst is eigenlijk net zoveel als met drugs. Ja, dus ze zijn geen ecstasy aan het maken, maar paracetamol. Ja. Oké. Okay. Ja, rare business, maar ik bedoel, aan wie verkopen ze dat dan en zo? Nou, dat weet je ook niet. Nee. Vaag. Maar ik denk geen paracetamol. Nee, maar wat voor nepmedicijnen dan? Gewoon, ja, hoezo verkoop je nepmedicijnen? Hier een antipsychoticum. Misschien dat ze dan bij de dokter niet krijgen, dat ze het maar via internet bestellen. Ja, via internet natuurlijk, via internet, ja. Oké. En wat nog meer? Ja, dan ook nog best wel naar nieuws. Want we kennen denk ik allemaal nog wel Rob Oostrom. Die politieagent die werd neergestoken door een of andere freak. Ja, ja, ja. En nou, die dader die heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen. Alleen gisteren werd bekendgemaakt dat die dader nu gewoon het hele Pinksterweekend lekker vrij mag zijn. Nee. Dat is wel bizar. Oh. Ja, vanmiddag komt hij vrij. Maar zo lang is het nog niet geleden. Nee, anderhalf jaar geleden. Ja, en die Rob die woont gewoon 5 kilometer bij die dader vandaan. Nou, dat is toch echt... Ja. Nou, moet ik wel gelijk zeggen, het is natuurlijk een beetje dat we dit verhaal kennen. Hè? Want toevallig was er vorige week nog een benefiet met al die voetballers en Fransje Bouwen en zo. Dus, ja, dat was wel vaker gebeuren. Maar... Ja, dat is het een beetje. Nu ineens kennen we dit verhaal van hierop dan. Maar het is toch daarmee niet minder heftig. Nee. Anderhalf jaar aan het land, hè. Ja. Wat de god. Oké, nou nog eentje dan. Ja, dan ook nog een hele brutale dief in Parijs. Want het Museum voor Moderne Kunst staat daar. En nou, om een of andere reden deed het alarmsysteem het niet meer. En die werd maar niet gerepareerd. En daar heeft iemand gebruik van gemaakt. Want die is gewoon lekker naar binnen gegaan. En die had alle tijd om 5 wereldberoemde schilderijen te stelen. Met een totale waarde van 500 miljoen. Ja, ja. Ja. Een half fucking miljard. Dus ook niet echt dat je denkt van nou, ik verkoop hem even op de Albert Kuip of zo. Lekker wat voor markt. Oké. Echt wel voor elkaar dan. Leuk nieuws. Miranda. Ja, 3 vuilnismannen. Die hebben het leven gered van een moeder eentje naar 2 kleine kuikentjes. Oh. De kuikentjes die waren aangereden. En de boosdoener die reed gewoon door. Dus de vuilnismannen die zagen dat en die schoten gelijk de hulp. Waardoor ze de moeder en 2 van de 10 kuikentjes nog konden redden. Nou. En ja, die hebben ze naar vogelopvang gebracht. Wat een heerlijk warm verhaal. Ja, lief hè. Ja. Heb jij ook zoiets?
Nou, ik heb echt heel leuk een dierenverhaal. Ja. Over een fret. Want ja, leuke beest zijn dat. Want een mevrouw die had dus een fret. En die had een beetje last van hartritmestoornissen, ja, ja, die fret. En nou, dus daarom ging ze maar even naar de dierenarts. En die had haar doorverwezen naar de Universiteitskliniek voor Gezelschap Dieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. En die kon er wel wat mee, want die fret die heeft gewoon als de allereerste fret in Nederland een pacemaker gekregen. Ja hoor. Ja, en hij is 3 uur geopereerd. Alleen ja, nu gaat het helemaal goed met hem. Ja, dat is toch geweldig? Ja, het is geweldig. Maar ik moet eigenlijk wederom de dooddoener wat een land hè, zeggen. Ja. Ik bedoel, een fret krijgt een pacemaker en een crimineel die staat na een jaar weer op straat. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Bedankt dames. Ja. Geniet van het extra lange vrije dagje. Ja, ja, ja. Want het is Pinkster Weekend. We zijn alle drie denk ik te veel naar de kloot om echt heel enthousiast te zijn, maar we zijn het wel. Yeah. Tot dinsdag en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier aan. Giel, dat is dan maar ik weer. Het is tijd om op te staan. Het is 7:08. Want dit is Giel op de radio. Goedemorgen.